Parkeringrechter heeft vanmiddag uitspraak gedaan in de zaak die de directie van de SWM tegen de bond bij SWM heeft aangespannen. De voorlopige uitspraak is dat de twee partijen tot een vergelijk moeten komen door verdere afspraken te maken. De rechter zal morgen van de advocaten van beide partijen vernemen hoe het is afgelopen. SWM-bond zal morgenochtend 8 uur een spoedalgemene ledenvergadering beleggen, waarbij de leden zullen beslissen als de acties opgeschort worden. Verder is afgesproken dat de directie de bond rond 12 uur 's middags zal uitnodigen om rond de tafel te gaan en de onderhandelingen te hervatten. Het gaat in deze om de eis voor een salarisverhoging en lump sum.